Ja, goedemiddag. Ja, ik zal het proberen zo kort mogelijk te houden. Ik wil zo snel mogelijk naar mijn jongste om te genieten. Mooie tegenstander om tegen te spelen. Mooie trainer om tegen te mogen spelen. De historie wijst wel eens dat we heel moeilijk winnen. En vorig jaar een hele matige wedstrijd hier hebben gespeeld. Dus we gingen absoluut voor een goed spel. En uiteraard ook voor een overwinning. We kozen voor een andere speelwijze, omdat Havenaar geblesseerd is. Nou, ik kan zeggen, in alle opzichten pakte die goed uit. Ik denk dat we heel veel mensen aan de bal kregen. Maar ik denk ook dat we organisatorisch vooral goed stonden. Weinig weggegeven hebben. Een goede 0-1 maken. En daarna duurde het wat ons betreft net iets te lang om de 0-2 te maken. Maar toen die eenmaal gevallen was, viel er natuurlijk heel veel van ons af. En ik denk dat we terecht gewonnen hebben. Ik denk ook vooral dat we op zoek zijn gegaan naar de 0-3 en de 0-4. Omdat het nogmaals niet zo heel vaak hier zal voorkomen. Dus nogmaals een heel gelukkig mens. Heel blij met mijn jongens. En misschien wel het belangrijkste is dat ze ook genoten hebben als team. En dat ook de wissels deel uitmaakten van dat feestje. En dat is misschien wel het grootste winstpunt van vandaag. Dank u wel. Dank u wel. Dan is het woord nu aan de heer De Haan. Ja. Dit was heel teleurstellend, dat was wel duidelijk. Er waren heel veel moeite met de wijze waarop ADO startte. Twee spitsen, twee snelle spitsen, waarvan ze ook best ook wel heel aardig speelden. En wij heel veel moeite hadden achterin om het voor elkaar te krijgen. Daarin ook veel te veel ruimte weghaven, waardoor zij wat makkelijk konden voetballen. Dat was één. En twee was dat ons middenveld was eigenlijk helemaal niet in beeld. We werden helemaal overroeld op het middenveld. Nou ja, dan kan je bijna op de problemen wachten. Nou, de eerste goal vond ik, was nog wel een goal waarbij wij ook nog een rol speelden. Dacht ik dat we heel slecht wegwerken, maar wij schoten het prima in. Nou ja, toen werd het alleen maar rommeliger en rommeliger en rommeliger. Eigenlijk veel slechter. Nou, toen dachten we in de rust van, nou, we kijken nog een poosje aan. En dan zetten we Henk Veerman erbij. En het laatste van achter de twee spitsen. En één hangend op links, hangend op rechts om voorzetten te geven. En dan hebben ze misschien wel te pakken. Nou, toen we het wilden doen, toen werd het 2-0 door een hele slechte goal. Slecht op het middenveld, een bal inspelen die onderschept werd. Of een bal die teruggespeeld werd, onderschept werd. Nou ja, en toen was het eigenlijk gespeeld. En als je dan kijkt naar de derde en de vierde goal. Oké, de derde goal bij de corner, dan kopt Marzo me nog uit. De tweede corner gaat erin. Terwijl wij met een paar heren de langste van het noordelijk halfrond op het veld hebben lopen. Nou, dat vind ik te gek voor woorden hoor. Dus dat was gewoon slecht. En de vierde was ook slecht. Dus als je naar de goals kijkt, waren hele slechte goals tegen. Maar ook als je naar, laten we zeggen, ik was eigenlijk wel heel tevreden over de ontwikkeling van ons voetbal. Afgelopen dinsdag hebben we wel verloren, maar de tweede helft speelden we best wel heel aardig. En dan waren we echt aan het voetballen. Nou, dat deden we vandaag helemaal niet. Dus in die zin is het ook best wel een schot voor de boeg. Dan weet je, dat heb ik na afloop ook tegen ze gezegd, van als je tegen een ploeg die op dezelfde hoogte met je staat en je krijgt met 4-0 thuis aan de broek, dan weet je dat er nou wat moet gebeuren. Dus maak je maar klaar, het nieuwe tweede halfjaar, want dan gaan we echt aan de bak om uit deze malaise te komen. Hè? Want we hadden iets van, nou, misschien haken we wel aan bij het linkerrijtje, maar daar zijn we nog niet. Dus in die zin hebben we het gewoon niet goed gedaan, ook mentaal niet. Nou ja, dus eigenlijk is het een kwestie van uithalen, opnieuw beginnen. En ik moet zeggen dat, maar daar ben ik met Henk helemaal eens, dat ADO het meer dan verdiend heeft gewonnen. De complimenten daarvoor en een goede reis terug en ook een goede feestdagen. Hè. Dat wens ik trouwens iedereen.